Mr. Robbie Williams. Vanochtend kwam het nieuws tot ons dat hij aankomend jaar weer op Pinkpop verschijnt. 1999 was hij er ook al een keertje. Dus ja, hey, het is maandagochtend en je hebt er geen zin in. Daarom de vraag van vandaag. Op maandag wil ik. Op maandag wil ik. Geef het even aan me door. Hè. Leukste antwoord gaan we misschien nog wel belonen. Je kunt het antwoord doorgeven via Facebook, Twitter. Of stuur me maar een WhatsAppje. Het kan allemaal hoor. Bedoel, wees even creatief op de vroege maandagochtend. Nou, even ademhalen. Het is hoogst tijd geworden voor de verjaardagen. En ja, zoals je het weet, of althans waarschijnlijk wel weet, kun jij iemand verrassen met overheerlijk gebak van Bakkerij Smits. Het enige wat je hoeft te doen, is even naar de site te gaan. christuswatvroeg.nl. Klik daar op de verjaardagstaart. Vul de gegevens in. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat wij diegene gaan verrassen met overheerlijk gebak van Bakkerij Smits. Dus ik zeg gewoon even doen. Vandaag onder andere jaar Kim Basinger. Van harte. Ja, ja, ik moet zeggen, voor haar leeftijd, jawel. Terry Hatcher, de mooie actrice, door maar even googelen. Van harte. Badr Hari is jarig. Van harte. Nicki Minaj viert haar verjaardag. Van harte. Maar dan kunnen we daar nog wel van draaien. Starship of zo. Even, ja, dadelijk even een keertje Nicki Minaj voorbij laten komen. Even gaan kijken, ja, er zijn nog veel. We gaan ook nog iemand bellen. Even kijken, want er zijn ook een hoop Facebook-vriendjes jarig. Ik zeg van harte tegen Angelie Hendricks. Van harte. Annemiek van der Lest viert haar verjaardag. Van harte. Bernard Peters. Van harte. Chantal Ritzo. Van harte. Henny Hopmans. Van harte. En Chrisco Michiels. Van harte. Allemaal van harte gefeliciteerd. Alleen jullie moeten even in jullie vriendenkring afvragen hoeveel echte vrienden hebben. Want niemand heeft je opgegeven voor de verjaardagstaart. We gaan eens even bellen. Eens even kijken. 047853. Volgens mij richting Afferden of zo. Oh, er gaat in ieder geval iets over. Dat is wel heel wat. We bellen met Bert. 11 jaar. Yo. Opnemen. Goedemorgen. Hey, met wie spreek ik? Met Bert. Met toevallig de jarige Bert. Ja. Hey, van harte gefeliciteerd, jongen. Ja, dankjewel. Weet je met wie je spreekt? Chris. Ja, goedemorgen. Ah, dat heb je gauw in de gaten. Hey Bert, ik kreeg een leuke mail dat je vandaag jarig bent. Want er stond bij... Hoe oud ben je geworden? Wacht even. 11. 11. Oké. En was je al wakker? Nee. Nee, dus ik bel je al wakker. Ja. Hey, dat vind ik wel cool. Is er zeker ook nog niet voor je gezongen? Nee, nog niet. Ah, lig je nog in je nest? Ja. Ja, dan schuif even op. En dan komen Bas en Adriaan er even bij. Die gaan voor jou zingen. En dan heb ik dadelijk nog een cadeau voor je. Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Oh, wat zijn we blij. Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Er is er een jarig en dat ben jij. Er is alweer een jaar voorbij. En voor de jarige zingen wij. Nou, nog één keer dan. Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Hiep, hiep, hoera. Nou, is dat lekker wakker worden of niet, Bert? Ja. Hé, hey, waar woon je? Ja. Ja, maar waar, in welke plaats woon je, Bert? Afferden. In Afferden. Nou, dan gaan wij regelen dat jij een lekker gebak van ons krijgt van Bakkerij Smits. Wil ik alleen even weten wat jouw lievelingsgebak is. Ja, dan moet hij even naar... Wat zeg je? Kruimel? Oh, die is wel lekker. Ja, dat vind ik ook wel. Ja, ik denk dat we dat wel kunnen regelen met de bakker. Doen we zo meteen even buiten de uitzending om met elkaar regelen hoe jij dat gebak krijgt. En ga je het groot vieren vandaag? Of moet je naar school? Ja, toch. Moet je... Ik moet wel naar school. Ja, dat is ook niks aan. Of wel naar school? Nee. Nee, volgens mij laatste jaren zeker. Of niet? Lagere school. Ja. Ja, dus eigenlijk ja, zit je daar gewoon te wachten tot je naar de grote school kan. Uh-huh. Je doet toch niet veel meer, of wel? Nee, dit jaar hebben we niet zoveel meer geleerd.
Nee. Het is een beetje aflopende zaak, zeg maar. Hey Bert, ik zou zeggen, maak er een hele leuke dag van. Blijf even hangen en heel veel plezier met het lekkere gebak. Ja. Hoi. Christus wat vroeg. Christus wat vroeg. De Christus wat vroeg verrassingstaart. Bij een verjaardag hoort taart. Vul daarom de verjaardagskalender in op www.christuswatvroeg.nl en win.